Half negen. Met een goede bak koffie loop ik de gang op. Veel te doen vandaag. Zin in. Een collega heeft advies nodig bij een bestuurlijk stuk. Ik luister, stel vragen, geef tips. De algemeen directeur vraagt me of ik een seconde heb. Ik bespreek de dossiers waar hij meer over wil weten en loop met 5 spoedacties terug naar mijn bureau. Koffie koud. Ik open mijn agenda. Vandaag 3 afspraken met collega's die even wat tegen me aan willen houden. Eerste spoedjes. Ik schrijf een advies voor het directieoverleg, vraag collega's om informatie en zoek een paar documenten op. Ondertussen lopen er regelmatig collega's bij me langs. Ik luister, beantwoord vragen, denk mee en ik ga door naar mijn afspraken. Waar mogelijk hou ik mijn mailbox bij. Ik pak mijn tas en ik denk met mijn kop in de wind na over een interactief programma met managers. Nou, dit was weer zo'n dag die totaal anders verliep dan verwacht. Er kwam van alles voorbij over dienstverlening, over participatie, over samenwerking met de andere diensten. En vooral ook met de mensen en de ondernemers in de stad. Dit is echt een spin in het webfunctie. Geen dag is hier saai, het is een hele dynamische baan. De dienst publiekzaken werkt in direct contact met de burger. Wij werken echt voor en met de stad. En ik zoek een maatje. En ik hoop dat jij solliciteert.